En let wel. Mm-mm. Mondkapje is niet verplicht wettelijk. Zoals dit hier, dat hing er al. Goedemiddag, mijn lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer vrijdag 31 juli en we leven om 1:05. Ik ben er al enige tijd eruit, maar dat zal je beleven. Dan zit je even op het toilet en dan komt de postbode, althans de pakketbezorger, met het tuigje van Rijka. Als je op de wc zit, kan je dus er niet af? Nee. Heeft hij een briefje door de briefbus gedaan? Kijk, en nou was het dus nou wel goed, hè? Nou, is het bij de buurvrouw op nummer 4. Nou, een hele lieve vrouw, die loopt op mijn hondje. En ik zie nog een lieverd. Ja, ik zie nog een lieverd. Als die naar binnen wil, tenminste. Hé, hey, ja nou. Ga je naar binnen, man? Ga jij naar binnen? Wat dikkie. Nou. Proberen we jou eens binnen te laten. Hé, kom maar. Ja, kom dan. Goed zo. Ja. Nou ja, het is dus prachtig mooi weer. Ook dat zien jullie wel aan mij. Ik zit er luchtig bij gekleed. Hé, dat, vandaag een hoop te doen. Ik moet dus zien dat ik de tasje krijg, want ze is, ik heb al aangebeld, maar... Het is ook met een hondje denk ik lopen. Ik moet nog weer. Mijn bril die zit weer is niet lekker. Ik weet niet wat het met dat ding is. Maar in ieder geval, ik moet ook nog boodschappen doen. Ja. Want ik heb nog één broodje voor mezelf. En dan is mijn brood op. Dus ja, daar moet ik mee moet ik halen. Want ja, dat gaat toch ook door. Je moet zelf ook eten. Niet alleen nog de dieren, maar ik zelf ook. Nou, de dieren hebben nog. Dat komt andere week weer. Maar ik moet eten. Ja. En sowieso brood. Want dat is ook vleeswaren. Dat heb ik nog. Verwarm eten heb ik allemaal nog. Het is enkel brood. Nou ja, en dan mijn wijntje natuurlijk ook nog voor de avonduurtjes. En voor de rest, ja, dat heb ik niet echt zoveel nodig. Nee, ik heb verder alles. Dus het zal wel niet een dure boodschappenlijstje zijn. Want anders, ik maak geen lijstje hoor. Nee, doen we niet dan nee. Nee. Maar ik wens jullie ook nog van harte welkom bij deze nieuwe vlog. Ja. En ik had al gezegd hoeveel het was. Dus dat komt ook allemaal goed. Morgen alweer de eerste. 1 augustus. Ja. De maand van mijn twee meisjes. Ja, mijn lieftallige meisjes, oftewel dochters Karin en mijn dochter Katja. Enkeltje aan mijn dochter Katja, die zie ik helaas niet. Maar ja, ze zit wel in mijn hart. Daarom heb ik hier een tattoo van haar. Haar sterrenbeeld. Ja, die zit daar. Dus, en daar zit mijn mannetje. Dat is het gezicht van mijn mannetje. Nou ja, dat is allemaal al een keer gezien. Dus is allemaal mijn ding verder. En ja, je krijgt zo een nieuw eten, hè? Want dat eten moet weggooien. Ja. Ja! Nou, kijk dan eens even. Hé. Hey. Waar ga je naartoe, brrrrlapie? Ewin. Oh ja, moet jij ook brullen? Hé? Hey? En daar ligt er ook eentje af te wachten. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is vandaag prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de hemel is blauw, maar pas op vannacht. Dan hebben we de windval. Ja, en dan wordt het bloedje heet. En tot wanneer dat zal gebeuren, weet ik niet. Ik ben geen weerman of weervrouw. Maar het is wel al op televisie geweest dat we vannacht, hoe laat weet ik ook niet, de windval krijgen. Hè? Poeh, moeilijk hè soms. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van dat alles, van dat mooie, prachtige weer.
En ga de drukte niet opzoeken. En let wel. Mondkapje is niet verplicht wettelijk. Als de burgemeester jou vraagt, wil jij je mondkapje omdoen en je zegt nee, heeft hij niks meer in te brengen. Zo is het. En dan mag je eigenlijk ook niet eens niet verbieden om die winkel binnen te gaan. Nee, ik kan er niet tegen, maar iemand die denkt ik loop voor gek, je hoeft hem niet op, lieve vrienden. Nee, want het helpt niks. En dat loop ik al, ik weet niet hoe lang te zeggen, het helpt niks. Het is schijnveiligheid. Het is schijn. Het bedriegt. Nou, je weet toch iemand, als jij bedrogen wordt door iemand, noem het even heel krom en heel ouderwets, je man, die bedriegt jou met een ander. Dat is ook bedriegen. Dat mondkapje bedriegt jou. Ja, dus doe hem niet op, want je wordt juist ziek. Ja, door je eigen bacteriën die je zelf gewoon draagt. Die ieder mens draagt. En daar kan je wel ziek door worden. Niet dragen. Fout. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, jij moet hier uitkijken voor een poezebeestje. Maar ik zou zeggen, geniet. Dat is alles wat ik jullie mee wil geven vandaag. Geniet. Doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik heb alweer het een en het ander gedaan. Ik heb rijk uitgelaten. Maar dat ik op de wc zat, was dat pakketje dus gekomen. En bij nummer nog wat in de brievenbus gedaan. Bij mijn buurvrouwtje. Nou, hartstikke leuk, lief en aardig. Maar ik heb hem nou. Ja, gewoon weer in hetzelfde doosje hebben ze het gedaan. Dat is te zien aan het doosje. Dus dat komt allemaal wel goed. Vind ik wel grappig. Dus ja, we gaan hem natuurlijk weer openmaken. En dan moet ik even mijn schaartje weer pakken. Die vergeet ik natuurlijk weer. Om die plakband. Even mijn schaartje. Dit schaartje is al heel erg oud. Ja, die heb ik nog gekocht of gekregen. Dat ik nog op school zat. Dat de huisartsschool. Ja, ja. Leuk, gezellig. Maar ja, ik heb meerdere. Van die dingen. En deze past mooi in mijn la van de keuken. Lekker handig. Ja. Dan moet dat wel willen. Plakband over plakband. Zo, nou die kant nog. Ahau. Ja, dan moet je daartussen willen. Nou ja. Kom eens omhoog. Het plakband wil je niet kapot. Ja, nu wel. Zo. Ja, ja. Ja, ja. Nou, als deze niet past, dan weet ik het niet meer. Ik heb ze weer over in het zakje. Hier ook. Natuurlijk veel smaller en kleiner. En, hier een ring. En daar een ring. Ja, dus van onder, dit is de voorkant. En dit is de bovenkant. Nou, toppie toch? Ik weet niet waar die voor is. Maar ja, dat zal. Nou, we gaan er dat weer passen. Ik laat het... Ik moet wel die kaartjes eraf hebben. Dat is één. Dat zijn ook tie-rippies van die dunnetjes. Dus kaartjes nog even bewaren. En dit was met een split pen. Dus dat is ook heel handig. Ook ik moet even mijn koffie even opdrinken. Die staat hier al een tijdje. Voordat ik wegging, had ik het al ingeschonken. Nu moet die even open. Dat is één. En dat is twee. Dus zo. Dan komt er wel weer even eromheen als die wilt. Wil die? Nee. Even dicht, zeg ik. Ja, want ik wil je niet kwijt. Zo. Nou,
Nou, dan kun je dat ook bewaren. Nou, dan gaan we even Rijka zoeken, want die weet ik ook niet te vinden. Of mand of onder de tafel. Ewen ligt als gewoonlijk op de rollator. Ik ga er eerst even zoeken. Ja, onder de tafel. Wauw. Kom eens. Kom ik dan. Nou, moet je niet hier komen dan. Ik heb wat voor je. Kom eens kijken. Kom eens kijken dan, schat. Kom eens kijken. Kom eens. Kijk eens. Kom eens kijken. Kom dan. Moet je met geweld pakken of zo? Nee, toch? Kom maar. Kijk, Snoepie. Ik zal het ding voor je vullen. Ja, gaan we dat ding voor de vullen. Ja. Ze pakt hem niet eens. Ze hoeft niet eens niet weg. Oh, achter de stoelpoot. Ze ziet hem zelf wel hoor. Ja. Echt wel. Moet deze ook weer schoonmaken, zie je. Ja. Rijka, vrouwtje heeft meer te doen dan niks. Ik moet nog boodschappen doen. Ik moet nog op jacht naar bij V&D waren ze bezig. 3D dingen gebeuren. Ja, daar had ik het gezien. En daar wil ik weer even kijken. Toen was er nog niet veel te zien dat ik er was. En ik denk, bekijk het maar een paar dagen. Kom maar. Kom dan. Ik moet er echt halen, denk ik. Wat verdikt die kan nou? Hé, kom eens. Kom eens. Ja, kom daar. Hé, Moppie. Kom, Mop. Moppie. Kom. Mijn meisje. Ene kleeën. Oh. Zo, daar ben ik dan. Hé, daar binnen we dan. Kijk, die moet je passen. Ja, die moet jij passen. Ja. Hé, gaan we zo neerzetten. En kijken hoe we dan te zien zijn. Zo ja, en dan gaan we op de bank en dan draaien we ons op en dan gaan we dit eens kijken. Oh, wat is dat allemaal? Oh, wat is dat allemaal? Ja, en dit zijn klittenband dingen. Kan je hem niet verstellen? Oh ja, daar kan je hem verstellen. Nou, dan moet dat even groter. En dan hoop ik dat ze wel op de bank blijft. Ja, dat moet ik die kant op. En dan krijg ik dat er weer bij. En dan kun je het beter later verstellen dan te vroeg. Kom eens hier, schatje. En dat is hier net zo. Ook eventjes. Ik kan je beter later verstellen dan nu. Moet ik eerst zien hoe ver het allemaal kan. Zo, nou. Aardig, nou moet ik even weer kijken. Ja. Kom maar hier komen, meisje. Oh. Wat verdikkie hoor. Wat verdikkie. Nee, hier. Hier komen. Zo ja, goed zo. Nou,
dan moeten we kijken. Dan moet dat daar al naartoe. Even kijken. Je moet daar weer in. Je moet die hebben. En je moet daar weer in. Maar ik zit hier tegen de man. Nou. Zo. Moet dat. En dan kan niemand. Even kijken waar de litteken zit. Oh, die zit lager. Nou, dan is het. Dat weer aantrekken. Zo. Lekker. Wat deed die vrouwtje zit hier direct op het apenzuur te vreten. En dan is hiernaast de deur nog wel open. Warmte erin te krijgen. Moet ik ze niet doen? Warmte buiten houden, hè? Ja. Nou, ik zit er even niet ervoor. Even dichterbij. Ja. Zo. Zo. Nog een kilometer. Zo, nou die kant. Zo. Ah. Is je ook een hele rare borst ontvangen? Jo. Wat verdik je, hè? Ja. Dat zit wel dat zo met. Nou, dit zit allemaal goed. Dit zit een beetje raar. Nou ja, niks aan te doen. Kees optillen. Ja, Kees optillen. Ja, Kees. Ja. Nou, wat is mijn tuin? Ik zal het hier verpakken. Hier de haak en die kan ik bij haar nu ergens boem en dan gaat ze niet leuk vinden hier van onder aanhaken en dan vind ik nog vreemd zitten of ik ga het anders proberen, ik zit verkeerd, ben ik bang, ik ben bang dat ik het verkeerd heb, ja. Kom, nee, ja wel. Ah, wijf je toch. Vrouwtje, ja, het is de eerste keer, hè. Moet je wennen. Nou, we gaan hem weer loskoppelen. Hup. Hup. En zo, kom eens hier. Kom eens hier. Hey, kind, kom eens hier. Nee, niet in je mandje. Kom. Hup. Nee, kom. Hier, mijn schat. Nou, moet ik weer kijken hoe ik hem moet hebben. Potverdikkie. Potverdikkie. Ja, nou moet ik weer kijken. Dat moet onder. Dit moet boven. Kom. Hup. Waar maar terug. Die daar tussendoor. Hup, hup. Hup, hup. Hup. Tuurlijk moet dat hier al aan deze kant, hè. Tuurlijk. Zo, dan zit het een aardig stuk beter, hè, kind. Ja, zou het een beetje dom doen. Ja, nou zit dat wel aan de voorkant en niet onder je. Zo, hè. Nou zit het beter, mensen. Ja, stukken beter. Kijk eens hoe mooi mijn kind is. Hoe mooi. Kijk, het zit nou wel van onderen. En dan moet ik dit weer even strakker maken ook.
dit zit aardig goed. Dan kan ik hem daar koppelen en ik kan het ding daar koppelen. Nou, en omdat het trekt, koppel je hem dus hier. Maar ik moet dit nou even wat strakker weer zetten. Dat gaan we even doen. Hé, dat gaan we even doen. Ja. Mijn kleine lieve meid. Hé? Wat verdikkie, hè? Wat een gehannes, hè? Aan jou. Wat verdikkie toch? Hé? Nou, die kant even. Hup. Nog een keer. De haartjes, joh. Zo, die haartjes weg. Ja, mooi tuigje, hoor. Wat verdikkend, wat ben je mooi. Paarsje. Je kleurt eigenlijk bij vrouwtje, hè? Ja. Wat verdikkend, meisje. Hartstikke mooi. Mooi kind. Mooi kind. Zo mooi. Ja. Wat is er mooi? Hé? Daar kan hij nog een stukje hebben. Nou, je hoedje nog, hè? Dan ben je helemaal mooi, hè? Ja, dan ben je helemaal mooi. Dan moet die nog komen. En dan hopen we dat die ook past. Hè? Ja, hè? Ja, dan moeten we weer even een foto maken voor Karin, hè? Ja. Blijf jij staan? Mooi staan blijven. Grote mensen. Ja. Dan leg mijn telefoon. Wat verdik je? Wat ben jij mooi? Oh, dat is niet de goede. Het is ze mooi. Wat is ze mooi? 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 Wat is er mooi? Zo, kind. Dan ben jij geweldig mooi. Nou, dan mag die af voor schat. Moet ik even weer zoeken. Daar natuurlijk, hè. Twee keer. Wow. Nou, daar komt ze net in. Maar ja, het moet wel strak, want... Ja, ik haak hem ook ietsje los van de eerste kant. Zo. En dan aan die kant ook even een beetje. Zo. Even wat ruimer, toch? Ja. Oh, dat heb je wel verdiend, hoor, schat. Was lekker. Je hebt niet alles op. Ik zie het nog zitten, hoor. Ja. Vrouwtje, ziet het nog zitten. Je bent geweldig. Ja, in één woord geweldig. Nee, de deur blijft dicht. We zijn net buiten geweest. Ja? Schuitje gaat zometeen boodschapjes doen. Ja, ik moet. Ik moet brood halen. Ik heb geen brood meer. Dus het moet. Ja. En ik neem jullie gezellig even mee. Want we gaan ook even naar het oude pand van V&D. Maak geen reclame, want hij bestaat niet meer. Nee, dus reclame maken niet. Lekker! Dus ja, ik neem jullie mee. En als het wat, ja, dus ze waren daar van de week bezig op die wand. Nou ja, dan kunnen we dat bekijken. Hé, kikker in mijn keel. Ja.
Nou, dan gaan we hier wat aan doen. Water drinken. Ja, gaat het alweer open. En de boel hier even opredderen en dan een tas pakken voor boodschappen te doen. En die staat niet goed. Zo, nee, hij staat op tafel. Dan maar zo even. Maar in ieder geval, ik ben blij. Ja, eindelijk de goede. Toppie! Ja, helemaal geweldig. Ik weet niet wat voor maat, we gaan er even naar kijken. Oh, nou, sleep maar even mee. Even kijken. Ja, een S'je. 18-22 inch. Maar ik verdorie wel een fietsband of die leien scherf in je computer. Ja, het is een S'je. Nou, ik ben er helemaal blij mee, helemaal wouds, ja. Nou, dan is het even kijken. Moet ik even zien hoe ik dat heb. Die zit, dat is de onderkant, ja, dus zo. Dan haak ik hem altijd daar weer bij aan vast. En dan gaat hij aan die, aan de kapstok hangen. Nou, en dit was de andere tuigje. Nou, dat is roze. Dus ja, maar dat gaat niet weg hoor. Absoluut niet, nee. Enkel, ja, hier kan niet, niet aaien erop. Dat gaat op deze niet. Nee. Dat gaat denk ik maar om die. Maar ja, dit is ook een anti-trektuig. Hier leert ze trekken mee af. Dus we zullen het beleven. Nou, dan kan die in de tas waar ook die andere harnassen in zitten van Frodo. Kan die daar voorlopig in? Ik moet mijn stok hebben, die hangt achter me. Oké, nou ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En vergeet mij niet, ik vergeet jullie niet. Ik neem jullie straks lekker even mee. En dan gaan we even kijken. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot dan. Doei. Nou, dan zijn ze daar al. Of ze het al klaar hebben, weet ik niet. Maar ze zijn niet meer aan het werk. Maar het kan best wezen dat het nou te heet is in die volle zon te werken. Dat we nou er niet komen of het is wel af. Dat kan ook. Zoals dit hier, dat hing er al. Dat heeft Karin al in de vlog bewerkt. Ah, Neptunus. Ik zie Neptunus. Ja, ik zie Neptunus. Ja, dat is dan zomaar klaar, hè, Neptunus. Dat is niet veel werk. Ja, dat heeft ook met een helder te maken, hè, Neptunus. En een zeehondje. Ach, godje. Ach, godje. Wat lief. Maar ja, een beetje te kunstig. Hij, ja. Het is maar wat je mooi... Hij is volgens mij ook nog niet af, deze. Ik denk dat het ook te warm is, hoor. Maar, wel komisch. Vind ik Neptunus heel erg mooi. Ja, die is echt heel mooi. Maar hier zit nog plakband op. Dus, we zullen het afwachten. Dus, maar het komt goed. Ik ga boodschapjes doen. Ja, en toen waren we dus weer thuis. Ja, en de boodschappen die staan hier achteren. Ook weer nieuwe vuursponsjes, vuilniszakken, brood, wijn. Make-up doekjes, bahanti voor bij de koffie, lekker. En Rijka en Eeuwen die zijn buiten. Eeuwen, die staat daar. Kijk, verder dan de tuin komt ze niet. Ach, moet je kijken. Nou, dat is hoe lief, hoe aandoenlijk. Hé, meisje. Nou.
Ik zei expres bij mij naar niks meer. Maar mijn deur is dicht. Ja, maar de rook die kwam boven de schutting uit. Nou is het alleen dat ik Eeuwen in de gaten moet houden, want die wil ik wel weer zo naar binnen hebben. Rijka, dat maakt niet uit. Maar ik kan er niet tegen. Nee, ik heb nou dan die elektrische. Nou, die moet ik zelf nog uitproberen. Ik kan nagaan. Maar in ieder geval, ik kan er niet tegen. Valt mij bij mij gelijk op mijn longen. Ja, dat wil je niet. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik ga hier even de boodschap opruimen, mijn koffie maken. En bounty eten en computer aan doen. Want ik moet ook weer aan het werk. Ja, ik moet weer renderen, de boel weer in elkaar zien te zetten. Dus ja, een hoop te doen. Ook is er afwas, maar te weinig voor de vaatwasser. Dus ja, jammer dan, pech, toch? Maar ik ga lekker een bakje koffie doen met een bounty. En ik zeg tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben net weer binnen. Ik heb Rijka even uitgelaten. Met de anti-trektuig, oftewel het is een combinatie, want je kan het zo bovenaan vast maken, dan zowel daar. Nou, zij hebben hem daar dus, want ja, ze trekt, dus dat moet ze afleren, maar dat vond het echt niet leuk, maar ik wel. Ja, want ze trok niet. Eigenlijk moest er nogal weer mee aan de gang, even nog wat kleiner maken, want dan was het toch nog wel wat te groot hier en daar, dus ik heb hem nog even wat ingenomen met die gestjes allemaal. Kijken of dat beter gaat. En ja, dan kunnen ze dat trekken tenminste afleren, toch? Ze legt nou onder de tafel weer, daarin onder die stoel. Dus ik kan neuren. Ze is chagrijnig. Nou ja, dan maar ben ik ook wel eens. Ja. Ik heb ook een filmpje in elkaar gezet. Die is al op YouTube. En ik ga zo meteen mijn eten klaarmaken. Eerst de diertjes natuurlijk, die gaan bij mij gewoon altijd een eeuw voor. En dan ikzelf, maar het is hier bloedje heet. Ik ga eerst zo meteen even, hier staat een ventilator. Die ga ik zo meteen even aandoen, maar die geeft herrie. Ja, dus die ga ik even aandoen, dan kan je even de warme lucht weer weghalen. En dan kunnen we er weer even te tegenaan. Dus ik zeg, geniet verder van jullie dag. Ja, dat kan ik ook doen. Het is hier nog steeds prachtig mooi weer. De lucht, geen wolkje te zien. Nee, helemaal niks. Maar in ieder geval, het is, ik ben zo weg geweest, langs de gracht. Dus ja, dan weet je het, hier al in Den Helder is het ook een bloedje heet. Ja, en toch staat er wind. Maar denk erom, vannacht wordt het nog heter. Hoe laat weet ik niet, want dan krijgen we die windval. Nou, dan waait het niet. Nee, dan die temperaturen die je hebt. Nou, lekker. Hoe warm is het? We gaan eens even kijken. Ik moet eerst om een staart denken hier. Nou, er zit even alweer op de ventilator. Bedap, even om de toon aan. 28 graden geeft hij aan. En dat op de vlakte. Ja. En bij mijn poort is het nu 30. Het was 31. Dus ja, het is zweten. Maar ik kan er tegen. Zolang je die deur, de boel maar dicht houdt, kan je er tegen. Ja, en rustig blijven. Ook dat. En ja, ik had de mantel wat naar voren gehaald. Vanwege dat ik die ventilator aan had. En dat vindt mijn meisje ook lekker. Nou ligt ze daar. Hé? Ja! Kan dat die daar? Die komt ook mee naar binnen. En hier hebben we dan Eeuwen. Hé? Ja! Onze Eeuwen, hè? Ja! Hokie dokie. Dus ja, dan weten jullie het. En hoe dreilt en zeilt. En dan ga ik de ventilator even aan doen. En van haar, nou dat ziet er niet uit. Het wou deze kant op, maar het zit hier toch van achter zo raar, vind ik. Maar wie ben ik? Ja toch, we zijn gewoon allemaal mensen van vlees en bloed. Ja, en als er mensen zijn die op mijn kanaal komen en die een grote mond tegen mij hebben, ja, die worden gewoon geblokt. Ja,
die worden gewoon geblokt en die worden gerapporteerd aan het beheer van YouTube. Ja, ja, echt waar. Want ik wou het niet mee bezollen. Ook door jou niet. Degene die een grote mond tegen mij had. Die mij voor alles en nog wat heeft uitgemaakt. Foei, 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 foei. De koek over jou niet. Nee, dus wegblijven van mijn kanaal. Ja? Oké. Okay. En zorg dan dat je zelf ook een kanaal hebt. Ik heb een vermoeden hoor, wie het gedaan heeft. Ja. Met een valse naam. Geen hoop bereiken, denken ze. Bij mij niet. Mijn gevoel is juist. En het eentje weet het. Als die het geweest is, die weet het hoe ik ben. En als mijn gevoel zegt van die en die heeft het gedaan. Ja. En die heeft ook geen kanaal. Nee. Want die heeft er een hekel aan. Ja. Heeft diegene zo vaak gezegd. Ja. Maar ja, oké. Okay. Met een valse naam kan je natuurlijk een hoop beginnen, hè. Als je durft en lef hebt, kom je met je echte naam. Ja, toch? Maar oké. Okay. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En we spreken elkaar later. Doei, doei.